Nu wil ik eigenlijk ook gewoon het schilderen zelf laten zien wat ik in petto heb. Ik ben gewoon voornamelijk schilder. Ja, echt gewoon een schilder die van alles doet eigenlijk. Ik probeer het laatste jaar wat losser eigenlijk ook te schilderen. Want vooral ook die je hier op de achtergrond ziet, ben ik heel precies bezig. En alles wil ik perfect in mijn hoofd hebben. Daar was ik een beetje perfectionistisch mee bezig. En ook vooral op de academie hadden mijn leraren advies van, oh, je moet wel echt los gaan laten dat je heel erg met één schilderij bezig bent, alles perfect wil hebben, als dat je echt meer creatieve vrijheid hebt. En dat probeer ik nu heel erg in een paar van mijn nieuwe schilderijen. Dat vind ik eigenlijk heel leuk om dat te ontdekken. Een beetje een nieuwe schilderstijl eigenlijk. Ik heb meestal een heel archief waar ik allemaal foto's op heb staan die ik gebruik als inspiratie. En dan nu heb ik een foto uit New York met een opengebroken straat. En iets dat in mijn brein triggert van dat ziet er heel cool uit. Alle lijnen die een beetje met elkaar spelen met kleurgebruik, dat kan ik cool in een schilderij verwerken. Meestal begin ik heel los en ga ik steeds zo een beetje gedetailleerder verder. Ik had heel erg dat ik façades van gebouwen en balkons en ramen in een ordening probeerde te weergeven, waardoor een soort van heel erg ritme ontstond in het schilderij. Vooral ook het rustige van gebouwen en de stad te laten zien. En nu ga ik daar eigenlijk een beetje van weg en meer de chaos en de drukte te laten zien, maar dan eigenlijk zonder de mens erbij. Ik vind het ook zelf lastig om foto's te maken in het echt. Ik ben nu vooral met foto's van het internet bezig. Dat is vooral nu bij deze, is het gewoon zo fijn dat je dan niet zorgen hoeft te maken over de compositie en vooral heel erg kan focussen op het schilderen zelf. En natuurlijk is het niet één op één precies hetzelfde als de foto. Daar heb ik ook wel gewoon creatieve vrijheid in genomen. Maar alsnog is het wel fijn om een soort van die vastheid te hebben van de inspiratiefoto. En dan voel ik me eigenlijk het fijnst met het schilderen. Dan kan ik daar gewoon op, alleen maar op letten eigenlijk.